Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Samen Zaaien. Vandaag ga ik jullie meer vertellen over het zaaien van de winterharde eenjarigen. Het is februari en dat betekent dat je al flink meer kan gaan zaaien. Er zijn meer soorten dan in januari die in februari gezaaid kunnen worden. En dat gaat met name om de winterharde eenjarigen. Dus daarom leek het me goed om daar een aflevering aan te wijden. Om dus meer te vertellen over wat is een winterharde eenjarige en welke opties heb je met het zaaien rondom de winterharde eenjarige. Het handige van de winterharde eenjarige is dat je een keuze hebt wanneer je ze wilt zaaien. En dat maakt het heel flexibel en is ook makkelijker om daarmee te werken. Als je op één moment het misgaat of er niet aan toe komt om ze te zaaien, dan heb je altijd nog een tweede kans of zelfs een derde kans om ze te zaaien. Winterharde eenjarigen, nou, de naam zegt het al, het zijn soorten die dus in de winter kunnen overleven. Ze kunnen tegen kou en vorst. En het is zelfs in de natuur zo dat heel veel winterharde eenjarigen al in het najaar hun zaden laten vallen. En dat de plantjes al voor de winter kiemen en als kleine zaailingetjes de winter doorgaan. En daar kunnen ze tegen. Daar krijg je ook mooie sterke planten van. Als dat buiten rechtstreeks in je borden gebeurt, als je goed oplet, dan zie je ook dat dat vaak zo is. Dat is alleen maar mooi, want dan heb je in het voorjaar daar al kleine plantjes van. En dat zijn de exemplaren die vroeger gaan bloeien. Dat is ook een reden waarom je vaak ziet dat je winterharde eenjarigen al in het najaar kan gaan zaaien. Je ziet dat vaak ook langskomen op Instagram. Dus als je het leuk vindt om in het najaar te zaaien, dan kan dat. Dan kan je starten met de winterharde eenjarigen. Maar wat ik altijd heel belangrijk vind om erbij te zeggen, dit hoeft niet. Voel je vooral niet verplicht of gedwongen om al in dat najaar te beginnen. Ik zaai eigenlijk nooit in het najaar voor. Ik vind dat veel te veel gedoe, te veel werk. Dan ben ik er eigenlijk een beetje klaar mee in het najaar. En ik heb geen zin om de hele winter op de plantjes te moeten letten. Want dat is wel een belangrijke. Als je voor wilt zaaien in het najaar, in potjes, in zaaitrays, dan heb je ze sowieso een koude kast nodig. Zonder koude kast kan je niet in het najaar voorzaaien. Maar je moet ook de hele winter opletten of het goed gaat met de plantjes. Verdrogen ze niet? Staan ze niet te nat? Is het toch niet te koud geweest? Of zijn ze aangevreten door muizen? Noem maar op. Voor mij is dat dus een reden om het najaarszaaien echt tot een minimum te beperken. Je kan er ook voor kiezen om in het najaar al buiten rechtstreeks in de tuin te zaaien. Dat werkt heel erg goed. Je hebt alleen wat minder controle en wat minder grip op wat er gebeurt. Veel mensen vinden dat vervelend, omdat ze niet precies weten hoe succesvol het zaaien zal zijn. En je hebt meer zaden nodig. Dat is wel echt gewoon zo. Als je in het najaar buiten zaait, gebruik je veel meer zaden dan wanneer je dat in een zaaitray heel gecontroleerd doet. Maar er zijn bepaalde soorten die het juist heel goed doen als je ze al in het najaar daar zaad van buiten strooit. Ik doe dat zelf vooral met de soorten die ik los door mijn plantvakken wil hebben. Dus meer een soort wildverband. Zoals bijvoorbeeld de wilde peen doe ik dat graag bij. Bij mijn papavers doe ik dat heel graag. Mijn goudsbloemen en slaapmutsjes doe ik dat ook heel graag bij. Juffertjes, korenbloemen zijn allemaal soorten waarvan ik graag al in het najaar hier en daar wat zaaien tussen de planten uitstrooi. En je kan natuurlijk in het voorjaar zaaien. En daar zijn we nu, in februari. En dat is een perfect moment om winterhardige eenjarig te zaaien. En je hebt ook een hele grote tijdsperiode waarin je deze soorten kan zaaien. Dat maakt het makkelijk, dat is prettig. Vind je het leuk om vroeg te beginnen of wil je helemaal niet vroeg beginnen, dan kan je zelf in kiezen. En wat ook het fijne is, dus als een zaaironde mislukt in februari, dan kan je gewoon in maart of in april overnieuw beginnen. Dan heb je nog alle tijd om ze aan de praat te krijgen. En bij sommige winterharde eenjarigen is het ook leuk om meerdere rondes te zaaien om je bloeiperiode te verlengen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld leeuwenbekken of de laterissen, de korenbloemen, juffertjes. Daar is het slim van om meerdere keren te zaaien. En dan zou je dus bijvoorbeeld nu in februari je eerste ronde van kunnen zaaien. En dan over 4 weken nogmaals. Als je in februari start met zaaien, dan heb je ook de keuze om in een zaaitray binnen voor te zaaien. Of in je koude kas. Of rechtstreeks buiten in de volle grond. Er zijn veel mensen die daar helemaal niet aan denken. Maar winterharde eenjarigen zijn echt de soorten om direct in je volle grond te zaaien. Het scheelt je ontzettend veel werk en het levert ontzettend goed resultaat op. Dus ik kies er ook voor om dat voor heel veel soorten te doen. Ik pak eventjes wat zadenzakjes erbij. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de papaver.
de klaprozen, de bolpapavers, die doen het eigenlijk beter als je ze rechtstreeks buiten in de volle grond zaait. Een papaver houdt er niet van om verspind te worden. Het kan wel, ik zie ook echt wel dat mensen er succes mee hebben, maar maak het jezelf makkelijk en zaai deze gewoon lekker rechtstreeks buiten in de volle grond. En dan is het leuke van de papaversoorten, van alle papavers, dat dat al in eind februari kan. Of liever gezegd, ik zaai ze altijd in februari voor en dan heb je vaak eigenlijk het beste resultaat. Papaversoorten zijn koude kiemers. Dat betekent dat ze juist de kou van de nachten nodig hebben en de warmte van de zon in het voorjaar buiten om te kiemen. Dus deze soorten doen het op een vensterbank dus minder goed eigenlijk in veel gevallen. Dus zaai deze lekker buiten. Een andere soort is bijvoorbeeld de bolderik. Die zaai ik ook niet voor. Die zaai ik gewoon lekker buiten straks in de volle grond. Succes gegarandeerd. Daar kan eigenlijk niks misgaan. En het scheelt je zo ontzettend veel werk. Goudsbloemen en juffertjes doe ik dat ook bij. Die zaai ik nooit voor. Zaai ik altijd rechtstreeks buiten in de tuin. Ik wil er ook veel te veel van hebben, dus dat is voor mij niet te doen. Maar het hoeft ook niet om ze voor te zaaien. Het kan wel. Vind je het leuk om dat op die manier te doen? Doe het vooral. Maar weet dus ook dat je ze heel goed direct buiten kan zaaien. Wil je ze voorzaaien? Dan kan je dat dus vanaf nu af aan gaan doen. Andere soorten die ik ook direct buiten zaai zijn bijvoorbeeld slaapmutsje. Is ook zo'n soort die je beter doet als die buiten lekker in de kou kan kiemen. Wil je hem voorzaaien in een tray? Zet hem dan vooral lekker in de koude kas. Hoeft niet binnen op de vensterbank. Dan zullen ze beter kiemen. De vogeloogjes is een wat minder bekende soort. Ik ben er dol op. Het is een heel schattig klein blauw balletje. De steeltjes zijn wat kwetsbaarder. Dus in boeketten moet je er iets voorzichtiger mee omgaan. Maar het is echt een bijenmagnaat. Ze zitten helemaal vol met bijen en hommels. En die zaai ik ook rechtstreeks buiten. Zaai ik niet voor. Ik denk dat het zelfs met voorzaaien ze minder goed doen dan wanneer je ze rechtstreeks buiten zaait. Dit zijn er een aantal waarmee ik dat doe. Er zijn er nog meer. Dit is even een selectie. Dit zijn ook de soorten waar je deze maand lekker mee kan starten. Zowel binnen in de zaaitray, in de koude kas of buiten dus in de volle grond. De volle grond zou ik niet nu al mee starten, zou ik de tweede helft van februari aanraden om te starten. Er kan natuurlijk ook een flinke vorst komen. Ze kunnen tegen vorst, maar als de grond bevroren is, als het vriest, dan kan je sowieso niet zaaien. Nou is dat nu niet aan de hand. Maar je kan daar dus de tweede helft van februari goed mee starten. Dit is alweer het einde van deze aflevering over de winterharde en jarige. Ik hoop dat je weer er veel aan hebt gehad, nieuwe dingen hebt gehoord. En ik ben de volgende week weer en ik hoop dat jullie er dan ook weer zijn. Tot ziens!